Welkom bij Tiel aan tafel. Natuurlijk ga ik zo in gesprek met de kritische vrienden. Ik heb de 10 vragen voor Jeannette Hobé. En bij mij aan tafel zitten Cyprian Boy en Ilko Becker van het EB Rally Team. Want je, ja, de laatste keer dat ik jou heb gesproken, Cyprian, was een tijdje geleden. Toen kwamen er nog allerlei spannende wedstrijden, races aan. Ja, klopt, ja. Vertel eens. We hebben eigenlijk vlak daarna de Marokko Desert Challenge gereden. Mooie wedstrijd in Marokko, 7 dagen vol avontuur, door de duinen, nachtritten, alles erop en eraan. En eigenlijk net terug van de Baia Leipzig in Duitsland, waar we de laatste echte grote voorbereiding hebben gedaan. Oké, en hoe is het verlopen? In Marokko hebben we wisselend gereden, laat ik het maar zo zeggen. Auto nog niet helemaal top. Nee, want dat was toen inderdaad allemaal gaande. Allemaal testen. Dus we hebben... Ja, weliswaar in de duinen gereden, maar hebben we voor mijn gevoel niet goed kunnen rijden. En in Duitsland hebben we eigenlijk wel top gepresteerd, hè, kan ik maar zeggen. Ja, gewoon heel goed gereden. En eigenlijk de laatste grote klus voor de auto om te testen uiteindelijk voor de grote Dakar. Ja, en hoe gaat het dan met die auto? Want die is zo bepalend. De auto is gewoon nu goed, eigenlijk heel simpel gezegd. Er zijn van allerlei dingen veranderd, hè. Andere versnellingsbak, dieselpomp erbij, motor is naar achter verplaatst. En dat zijn allemaal dingen die heel veel invloed uiteraard hebben op het rijgedrag van de auto. Niet alleen puur op het vermogen, maar ook de balans in de auto, veergedrag. Ja, dat ga je in dat soort rallies testen en dat hebben we tot in den treuren toe gedaan. En dat is best wel een uitputtingsslag ook, toch? Ja, dat gaat het zeker worden. Ja, want het is in de Dakar natuurlijk wat langer dan de rallies die we de hele jaar door rijden, zeg maar. Die zijn allemaal 2 tot 7 dagen. En in de Dakar hebben we toch 14 etappes. En dat is wat anders. Enorm, enorm. Ja. En daar moet je fysiek ook natuurlijk allemaal maar aan gaan staan. Wat doe je daar nou voor, Ilko? Ik doe het op mijn eigen manier. Ja, ik probeer wat meer te fietsen dan normaal. Ik probeer in ieder geval heel veel te lopen. En zo moet je jezelf een beetje trainen om daar tegen te kunnen. Ja, want het wordt een enorme uitputtingsslag natuurlijk. Ja, absoluut. Want wat gaat er nou binnenkort gebeuren? We hebben nog ongeveer 2 maanden, zeg maar, totdat we richting Zuid-Amerika gaan. Een paar belangrijke data. Zondag 5 november is de Dakar Pre-Proloog in Valkenswaard. Eigenlijk het grootste Dakar-festival van Europa hier in ons eigen landje. Met alle Nederlandse Dakar en Afrika Eco Race deelnemers. Voor het publiek toegankelijk. Ja. 2 weken later gaat de auto op transport in Le Havre. Dus eigenlijk dat is een hele harde deadline. 23 november moet dus de auto tip-top in orde zijn. Helemaal klaar zijn, ja. Plus al je spullen. Hè, want de service trucks gaan ook. Niet alleen je bagage, maar welke voeding wil je mee. Drank, kleding, alles moet gewoon mee. En dan is het eigenlijk nog een week of 5 puur overleg over de exacte routes, teamafspraken, natuurlijk nog meer fitness training. En 1 januari stappen we op het vliegtuig. Ja, en wat gaat die preproloog brengen voor jullie zondag? Nou, de preproloog is eigenlijk met name om je te laten zien aan het publiek. Het publiek wat ook gek is, net als wij, van offroad racen. Wij nodigen ook al onze sponsoren uit. Die laat je de auto zien, hapje, drankje, dat soort dingen. En wij mogen in ieder geval 2 keer een rondje rijden op het circuit. En als we het heel goed doen, misschien mogen we een derde rondje rijden. Oh, okay. Ja, daar doen ook wel heel veel toppers mee dit jaar. We gaan in ieder geval ons best doen. Maar je kunt op zo'n rondje eigenlijk meer kapot maken dan testen. Want gaat het fout, die auto moet 14 dagen later op de boot. Dus je moet heel voorzichtig zijn. Ja, eigenlijk zijn we heel voorzichtig. En hoe zit zo'n sfeer nou in elkaar als je naar Dakar gaat? Heb je dan ook contact met andere teams? Is dat leuk onderling? Wij hebben zeker met de Nederlandse teams zeker contact. Ja. Maar Cyprian spreekt ook een woordje over de grens. Maar je hebt ook al contact met mensen uit Colombia, hè? Ja, we hebben 2 jaar geleden eigenlijk regelmatig reden we samen op met een Colombiaans team. Ik ben 15 jaar geleden 3 maanden in Colombia geweest, dus dat sprak me aan en gesproken. De afgelopen 2 jaar gewoon contact ook mee onderhouden. En gisteren hebben ze mij ook bevestigd dat zij ook dit jaar weer gaan rijden. Ach.
En ja, heel simpel gezegd, hoe meer vrienden je in de Dakar hebt, hoe beter het is voor je eigen team. Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Maar goed, je bent toch ook wel concurrenten van elkaar. Dus. De top 15, ja. Maar wij rijden niet top 15. Je moet er gewoon heel eerlijk in zijn. Dat zijn de professionele grote teams. En alles wat niet top 15 rijdt, is geen concurrent van elkaar. Nee, werkt dat zo? Nee. Ja, dat kun je ook zien in het bivak. Ja. Die topteams zijn allemaal heel strak geregeld. En weet je wel, en die briefingen zijn anders en weet ik voor die mensen. Bij ons is het ook meer, we hebben allemaal een doel. Dat is die finish halen. En we helpen elkaar. Wij stoppen voor elkaar. Stel je voor dat wij een hele goede dag hebben en een topteam heeft een slecht dag. Dan rijden wij op een gegeven moment voor ze. Zouden wij kapot komen te staan, dan rijden zij ons voorbij. Ja, ze stoppen niet. Andersom. Wij gaan een topteam waarschijnlijk ook niet zozeer helpen, want die hebben professionele hulp, heel simpel. Ja. Alleen de amateurs, daar moeten we ons tijdens de Dakar Rally toch onder scharen. Die hebben over het algemeen geen assistentie in de race zelf. Dus daarmee op elkaar aangewezen als teams. En ja, dat werkt eigenlijk heel goed. Ja, is het zo. Maar is daar ook inderdaad zo vreselijk veel niveauverschil? Sowieso financieel niveauverschil. Ah. Denk aan een Nasser Al-Attiyah of andere jongens die in de top... Ja, het gaat om miljoenen budgetten wat daar doorheen gaat. En alleen dat al creëert natuurlijk een technisch voordeel, een groot team. Ze hebben extra rijders in de wedstrijd die hun dus helpen. Dus ja, dat creëert een heel groot verschil. Ja. En ga jij trouwens last krijgen, zit ik me nu te bedenken, jij hebt iets aan je vinger. Heb jij een vinger? Ja, komt in het gips binnen. Ja, nee, maar dat is dat tegen die tijd af hoor. Ja, dus daar hoop ik geen last van te hebben. Nee, want dat is het laatste wat jij kan gebruiken natuurlijk. Nou, het is heel ongelukkig, want dit is allemaal hard, dus ik kan ook niet schakelen op het ogenblik. En ik moet heel veel schakelen. Ja. Maar tegen die tijd is het allemaal goed. Twee maanden de tijd. Zit daar niet over in. Nee. Ja, het komt helemaal goed. Ja. Oké, nou, de komende paar maanden gaan jullie er vreselijk hard tegenaan natuurlijk. Ja, klopt. Heel spannend wat er allemaal gaat gebeuren. Zeker. Nou, ik weet niet of ik jullie voor die tijd nog ga spreken, maar vanaf deze plek al heel veel succes natuurlijk. Dankjewel. En ik wil bij deze ook de Tielse bevolking vragen. Als ze naar de preproloog willen komen, kom ons dan even aanmoedigen als wij het rondje rijden. En kom even langs bij ons. Altijd gezellig. We hebben wat posters laten drukken voor de mensen die er helemaal gek van zijn. Stickers, en die posters, alles erop en eraan. Kom gerust daar naartoe en moedig het EB Rally Team aan. Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Absoluut. Er moeten heel veel mensen gewoon naartoe. Ja. Dat sowieso. En misschien nog wel leuk om te melden. Onze auto staat volgende week bij Blijdenstein in de showroom. Aha. Dus willen de mensen de auto... Hij staat in de winkel. Ja, hij staat in de winkel. Ja. Ach, wat leuk. Vanaf de 11e november voor een aantal dagen. We geven daar ook een lezing. Dus als mensen daar naartoe willen komen of de auto willen zien, dan kan dat van 11 tot en met 14 november. Oké, nou, hartstikke goed. Jullie zijn goed bezig. We timmeren aan de weg. Ja, nou mannen, heel veel succes en dankjewel voor dit gesprek. Graag dankjewel. En dan is het nu tijd voor de 10. Tegenover mij zit Jeanette Hobé. In trouwens een prachtige ambiance, hè Jeanette? Ja, absoluut. Daar zijn we heel erg trots op. Ja, nou, met recht. Jij gaat binnenkort aan de slag in je prachtige nieuwe kapsalon. Ja, 1 november gaat het eindelijk gebeuren. Ik heb er erg veel zin in. Vooral nadat je een tijd hebt moeten wachten. Dan is de spirit er natuurlijk helemaal om weer te gaan beginnen. En jouw handen jeuken. Die jeuken heel erg. Okay. Ja. We gaan de 10 vragen doen. Ja, leuk. Korte vraagjes. Ja. Gaat u beginnen. Wageningen of Tiel? Tiel, zeker. Ja, daar ligt mijn hartje nu. Daar ligt mijn stad, mijn dingen waar ik mijn man op ontmoet. Ja. Behaard of kaal? Behaard. Boer zoekt vrouw of heel Holland bakt? Heel Holland bakt. Ja. Doe maar of Frank Boeien? Ja, eigenlijk niet alle twee. Niet? Nee. Paard of hond? Allebei. Mag dat ook? Komen we zo op terug. Ochtend of avondmens? Avond. Het mooiste plekje van Tiel? Marketing. Ibiza of het eiland van Maurik? Ibiza. Fietsen of motorrijden? Motorrijden. Ja. Oké. Okay. Sushi of frietjes? Sushi. Oké. Okay. Paard of hond? Zeg gelijk paard.
Nee, hond. Ja, allebei? Allebei, ja. Vroeger heel veel paard gereden, maar we hebben ook een hond samen gehad. En ja, dat was ook zo lief beestje. Ja, ik ben gewoon eigenlijk een dierenvriend. Eigenlijk maakt het niet uit. Nee, als het maar een dier is. Ik vind het altijd leuk. Dat is mooi. Boer zoekt vrouw of heel Holland bakt, zei jij heel Holland bakt. Ben jij een van die fanatieke kijkers? Ja, de laatste tijd kijken we er best wel eens naar. Ik vind het wel een leuk programma. Vooral hoe mensen zich inspireren, hoe ze ja, iets maken van een beetje deeg. Vind ik eigenlijk wel heel erg spannend. Ja, knap hè? Ja, ik vind het echt heel knap. Ja, dat klopt. En bij fietsen of motorrijden was het antwoord heel duidelijk. Motor. Ja. Sinds pakweg 2,5 jaar, 3 jaar heb ik mijn rijbewijs gehaald. En ik zei altijd, ja, dat ga ik ooit halen. En dat heb ik nu dus ook eindelijk gedaan. Mijn droom is daarvan ook uitgekomen. Je hebt een soort bucketlist. Nou ja, ik heb hem niet een hele echte, maar toch ook wel weer een beetje. Deze stond er ooit op. Ja, en die heb ik zo'n beetje 2,5 jaar geleden gehaald. En ik ben er heel blij mee. We rijden heel veel. Ja. Jullie rijden heel veel? Ja, zolang het zoals het kan. De zondagen, de maandagen dat we vrij zijn. Als het mooi weer is, dan maken we echt wel even een mooi ritje. Ja, en je hebt ook je eigen motor dus? Uiteraard, ja. Wat voor motor? Ik heb een Yamaha Dragstar. Dat is gewoon een soort shoppermotor. Dus lekker rustig rijden, genieten van de natuur, van de geuren om je heen. Ja, heerlijk. Ja. Oh, nou, hartstikke leuk. Doe maar op Frank Boeien, zei wat voor meisje was jij? Nou, ik was niet zo'n fan van een ster of zo. Ik was meer vroeger een paardenmeisje. En een meisje die toen al met haar bezig was. Maar ik had niet echt een fan van een popster of zo. Nee. Maar jij was toen ook al met haren bezig? Ja, altijd. Ja. Altijd poppen geweten? Zijn gewoon allemaal kort. Altijd. De pony van mijn zus heb ik een paar keer geknipt. Ging in het begin niet helemaal goed. Maar uiteindelijk zit het toch wel in de vingers. Ja. Ja. En dat zit dus ook in je hart? Want dit heb je altijd geweten? Altijd geweten, ja. Ik wilde altijd al kapper worden. Van jongs af aan. Ik weet niet beter of ik zeg ik wil kapper worden. Ah, wat schattig. Ja. Ja. Ja, dat is echt heel leuk. En avondmens? Ja, zeer zeker avondmens. Dat vind ik ook fijn van mijn eigen openingstijden. Die kan ik zelf maken. Ik begin pas om 10 uur en we gaan tot wat later door. Ik ben echt meer op de avonden dan op de ochtenden. En hoe ziet jouw ochtend dan eruit? Nou, eigenlijk gewoon lekker rustig opstaan. Nee, daar valt wel mee. Lekker rustig opstaan, lekker douchen. Nou, gewoon lekker rustig aan doen. Niet druk. Nee. Rustig aan beginnen. Rustig aan beginnen. Rustig aan beginnen. Nou goed, nou straks ga je zo meteen vreselijk hard aan de slag in je eigen... Ja, kapsalon. Kapsalon. Ja, dat is ook zo'n bucketlist dingetje. Ja, mijn droom komt eindelijk na zoveel jaren eigenlijk uit. Ja, ik vind het heel spannend, ik vind het heel leuk. En vooral dat ik het samen mag doen met Erik. Hij eerst zijn lunchroom, ik daarna door naar met mijn eigen kapsalon. Ja, wat leuk als dat je samen met je man kan werken. Met z'n tweeën onder één dak. En even iets leuks, iets anders op de kaart te zetten. Ja, dit is een redelijk uniek concept natuurlijk. Ja, het is een uniek concept, een blowing concept. Je voegt wat dingen samen en wij dachten zo van, nou, dat moet gewoon kunnen. Dat moet gewoon lukken hier in Tiel. Tiel aan tafel. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden Jan Wolberg. Welkom Astrid de Groot. We gaan het hebben over troep, over vuil. Er is een prachtige foto door Rafael Drent gemaakt en die is booming geweest op Twitter. Dat was een foto van afval hier vlakbij gemaakt. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk best wel heel erg. Ja, normaal zet hij mooie mensen op de foto en dit keer had hij afval op de foto. En vroeg zich daarbij af, hoe komt dat nou? Ja. Ligt dat aan de mensen of ligt dat aan het afhaalbeleid? En Jan weet daar natuurlijk best heel veel van, vanuit de gemeente, hoe dat beleid tot stand komt. Ja, als het over afval gaat, hebben wij een goed adres. Ja. Maar, Avri natuurlijk. Nou ja, de Avri. Kijk, in eerste instantie is het natuurlijk, als mensen rotzooi op straat gooien, daar ligt die verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Dus dat betekent ook van, dat moet je vooral niet doen. Aan de andere kant is er best wat aan te merken op de Avri en met name de IBO-taken. Ik heb het dan niet over het ophalen van vuilnis in de kliko's. Maar dan gaat het over openbare ruimte en dat betekent hoe de gazons worden bijgehouden. Dan wordt een bepaald kwaliteitsniveau wordt er afgesproken met gemeentes en dat wordt niet gehaald. En dat betekent dat gemeentes, in ieder geval de gemeente Neder-Betuwe, ook commercieel bedrijf inhuurt om het nog eens even dunnetjes over te gaan doen. Dat betekent extra kosten en niet
dat we hetgene krijgen waar uiteindelijk wat we met elkaar afgesproken hebben. Ja, en die extra kosten, ik heb daar niet direct een beeld van. Maar wat ik zie is natuurlijk mensen. Het is menselijk, als er één zak vuil ligt, dan gooit de volgende daar weer een zak bij. Ja, want het is dus een wegwerppunt. Natuurlijk, maar is er dan onduidelijkheid? Is er onduidelijkheid wanneer dan dat vuil afgehaald wordt? Ik hoor mensen zeggen van ja, dat karton dat werd altijd op donderdag opgehaald en nu opeens niet meer. Maar ze hebben het er wel neergelegd. Dus ook niet altijd met de slechte bedoelingen. De containers zitten vol. Dus ze zijn vol, moet die capaciteit dan groter. Maar ook, wat ik zelf meemaak, de Avri, je belt dat er ergens vuil in een sloot ligt, ik noem maar wat. Eerst moet je bellen, daar zit een secretaresse. Dan komt er een manager kijken. Dan komen er een ploeg met 3 man en die zeggen ja, maar onze vrachtwagen is niet groot genoeg en het is ons te zwaar. Dan moet een grote vrachtauto komen. Ik heb daar dingen van gezien waar je echt van schrik. Bureaucratie ten top. Ja, en dan denk ik, inderdaad wel heel erg. En dan zeg ik, dan mag ik het misschien niet zeggen, maar vroeger reed dat mannetje rond van de gemeente met een vrachtwagentje. Nou, die kende overal de weg en die reed langs en uit zichzelf, hup, met het grijpertje op de auto en het was weg. Dus ik had daar toch een heel goed gevoel bij. Ja. Nou, je hebt daar natuurlijk een punt. Kijk, de gemeentes hebben gewoon hun medewerkers over de schutting gegooid bij de Avri. En vervolgens ook de Avri een opdracht gegeven om gewoon het goed te regelen. Nou, het blijkt dus in de praktijk dat dat niet werkt. Ook gewoon veel van die medewerkers die dus vanuit die gemeentes naar de Avri zijn gegaan, die zijn niet allemaal tevreden van hoe het werkt. Net wat jij zegt, toch heel vaak een wat doorgeslagen bureaucratie. Nou, dat is niet wat we willen. En is het nou ook veel goedkoper? Nou, dat was dus wel aanvankelijk de bedoeling, dat het goedkoper zou worden. En dat is het dus niet. Het is dus niet het kost in wezen kost het meer geld, maar ik moet wel de Avri ook het voordeel... Maar waarom veranderen we het dan niet? Nee, ik moet ook de Avri het voordeel van de twijfel geven. Kijk, zij zijn natuurlijk opgezadeld, ook met een hoop personeel vanuit de verschillende gemeentes. Waar je altijd moet afvragen van of dat wel de juiste mensen zijn op de juiste plek. Ja, maar die hebben bij de gemeente toch ook hun werk gedaan. Ja, maar dat was toch een andere organisatie, een andere aansturing. Ander beleid. En andere beleid. Ja, kleinschaliger. Dus, kleinschaliger. Ja. En dus het betekent niet altijd grootschalig beter. Maar in dit geval denk ik wel dat we de Avri het voordeel van de twijfel moeten geven. En zeggen van oké, we gaan met elkaar een verbeterslag gaan we in. Ja. Er zijn vanuit heel veel gemeentes is daar gewoon kritiek op de Avri. En ik denk ook wel dat zij zich dat aantrekken. En ik hoop dat binnen nu en 1-2 jaar dit soort foto's van Rafael niet meer nodig zijn. Hoe artistiek ook. Nee, en ik denk ook vanuit... Nee, want in die zin was het natuurlijk wel een geweldige foto. Het was een geweldige foto. Hoe afval kunst kan zijn. En toch? Ik denk dat de mensen in de gemeenteraden van de diverse gemeentes wij heel veel succes moeten wensen. Want die zullen de juiste beslissingen moeten nemen op dit punt. Ik merk gewoon in de raden gewoon van de verschillende gemeentes dat de kritiek niet mals is. Maar je kunt aan de andere kant kun je wel heel veel roepen, maar je moet ook gewoon de club gewoon de kans geven om het te verbeteren. Ja, de club de kans geven, maar ik denk ook dat heel veel mensen zelf moeten bedenken wat ze doen. Daar begint het mee. Dat was wat Astrid ook zei, van die hufters die gewoon de rotsen van zich afgooien. Ja, die als daar begint het legen. Mee. En dat is... En daar kan een gemeente en een Avri kan daar gewoon niet tegen opvegen. Ja, maar daar zou natuurlijk eigenlijk een soort van fikse boete opgezet moeten worden. Ja. Dat mensen daarmee stoppen. Ja, maar dat krijg je niet voor elkaar met cameratoezicht misschien, dat je mensen kunt... Maar jij bent voor cameratoezicht, begrijp ik. Toch? Ja, nou ja, ik denk wel dat het, als het dan zo ernstig is, dat je dan iets moet bedenken om dit tegen te gaan. Dus camera's in heel Tiel. Ja. Nou, op naar een schonere toekomst, naar een schoner Tiel dan. Een schonere regio Rivierenland, zou ik zeggen. Oké, dank jullie wel. Tiel aan tafel. Dit was Tiel aan tafel voor deze week. En natuurlijk zijn we de volgende week weer.